Het is een grote uitdaging om het overheidspersoneel in kaart te brengen. Dat zegt directeur Nasir Eskak van Binnenlandse Zaken. Eskak, die sinds augustus in die functie zit, is geen onbekende op het ministerie. Hij geeft aan aan de basis gestaan bij het opzetten van de HRM-afdeling. Maar het in kaart brengen van het overheidspersoneel en alles wat daarbij hoort, blijft een grote uitdaging, geeft Eskak aan. De daarbij behorende bezoldigingen, het aantal personeel dat daadwerkelijk in dienst is, het aantal personeel dat daadwerkelijk nodig is om het werk te kunnen verrichten. Kortom, de grootste uitdaging is nog steeds om die juiste mix te kunnen vinden voor goed personeelsbeleid. Dat is een van de zaken waarvan we kunnen zeggen dat wij na een heel lange periode in staat zijn geweest om het directoraat HRM eindelijk eens te verwezenlijken. Dit directoraat, het directoraat HRM, zou dus het vehikel moeten zijn voor deugdelijk en prudent personeelsbeleid. Helaas is dat nog niet het geval. We zijn nu bezig weer een gezond fundament te leggen voor het directoraat HRM, zodat we meer uniformiteit kunnen brengen binnen het personeelsbeleid gebeuren van de overheid. Want dat is nodig. Nasir Eskak, directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het digitaal personeelsysteem voor BISA wordt aan het eind van de maand gelanceerd. Daarna volgen de andere ministeries.